Hallo, leuk dat jullie kijken naar Gaming met Sjoerd en Jeffrey. Vandaag doen we GTA en we gaan proberen om een straaljager bij de legerbasis weg te halen. Als het lukt weten we niet, dus niet succes gegarandeerd. Sommige mensen zullen zich vast ook wel afvragen waarom wij zijn begonnen met YouTube. Wij zijn begonnen omdat het ons heel leuk leek en omdat we best zelf ook wel veel filmpjes zagen. En het leek ons wel een uitdaging. Ik kijk zelf wel Enzo Knol en Soes. Nou, ik kijk dan meer Smoor en Stikspring. We zijn nu bij het begin van de Lego basis. Voor de mensen die niet weten waar het is, zal ik het even laten zien. Hier dus, waar ik nu sta, is een opening van de Lego basis. Loopt het hier door, dan gaat het weg. En hier is ook nog een opening. Meestal ga ik via deze opening. Ja, daar is de daar staan de vliegtuigen en straaljagers er dichterbij. Het is me wel vaker gelukt om een straaljager te stelen. Maar het zal me net gebeuren dat het nu niet lukt. Het is op zich best wel moeilijk. Je moet ook hard door de dingen heen. Want ze kunnen meteen op je schip opvallen. Kijk, nu hebben ze hem gezien. Hier altijd meteen links. Ik zie er hier één staan. Ik hoop dat het niet mislukt. Ik heb er nu al bijna heen. Hij moet ook nog weg zien te komen. Dat is vaak ook een hele tour. Ja, ik ben dood geschoten. Dan zie ik jullie zo weer en dan probeer ik het even opnieuw. Hallo, daar zijn we weer. Ik heb een nieuwe auto opgehaald. En dan gaan we het opnieuw proberen. Ik zal hier nog even een ding heen laten rijden. Ga ik er even heen rijden. Misschien dat ik er nu meer succes heb. Net hadden we hem al bijna. Dus wie weet hebben we hem nu wel. Die moet eigenlijk zo snel mogelijk. Zodat er nog maar zo weinig mogelijk legere mannen zijn. Want als die er zijn dan beschieten ze en ben je heel snel dood. Zodat ik net ook dood ga. Geen. Maar nog even over de Enzo Knol. Daar kijk ik veel de Minecraft video's van. En van Zoes meer de challenges. Nu dus van Smoor kijk ik heel veel challenges. En als ik de tv doe, zeg maar al wat dingen. Dan doen ze zeg maar, dan gaan ze ergens heen. En dan moeten ze dan bijvoorbeeld een hele nacht over een blijven. En dan moeten ze dan bij Elche aan het weer. Ik ga nu nog lege basis. Ja, dus die doen challenges. We zijn zelf ook een plan om challenges te doen. En vlogs en zulke dingen. Misschien gaan we ook nog wel Minecraft doen. Maar daar moeten we nog even over nadenken. Hier rijdt net één weg. Maar die wordt neergehaald door een lege tank. Dus dat, die pakt niet meer. Deze staat er weer. Maar ik word aangereden, dus kijken of er nog een andere staat. Ik word beschoten met de tank. Ik probeer gewoon dezelfde nog een keer te pakken en ik krijg even nog een. Waar staat die? Die is hij al. Ja, maar dood. Aangereden. Ik kon net in de tijd uit de auto stappen. Proberen we het nog een keer. Oké, mensen, hier zijn we weer. Ik ben er in de auto weer heen gereden. Ik heb een nieuw opgehaald. Onderweg kwam wat politie achter ons aan. Dus we kunnen wat kogelgaten hebben. Ik zal nog even een map instellen waar we heen moeten. Ja, daar moeten we heen. We gaan
gaan dit keer even, of de volgende keer gaan even een info-video maken over onze persoonlijkheid, hoe oud we zijn en waar we niet echt op zijn begonnen. En we gaan aan jullie de dag kijken. Abonneer en like de game, de Minecraft-variant, dat is een goede video van ons. Mike, die kennen we goed. Dus, abonneer. En die info-video gaan we vertellen hoe we eigenlijk heten en zulke dingen nog. Ik hoop dat het lukt. En waar we wonen. Ja, ik hoop inderdaad dat het lukt. Ik ga er maar even iets doen. Ja, inderdaad, het staat in politie. En dan moeten we daar niet bij op. Oh shit. Ach, als we nu goed in één keer erheen rijden. Hij is helemaal bewaard. Ja, hij is bewaard. Hier moet overgereden worden. Eruit. Ja, er zitten aardige bommen op dat ding, zie ik wel. Zo ver waren we ook in de eerste poging. Alsjeblieft niet doodgeschoten worden. We hebben een aardige kans. Volgens mij gaat het lukken ook nog. Yes! Het is gelukt! Yes! Nice!